de Kitty Cats. Wij zijn leuk. Maar ik ben leuker. Miauw. Post. Op een mooie ochtend bracht meneer Postkat de post rond in zijn postauto. Maar plotseling ging het mis. Hey! Wacht! Oh nee, zo te zien krijgt vandaag niet iedereen zijn pakje. Maar ik weet zeker dat ze die pakjes wel willen hebben. Hey, zullen wij drieën ze bezorgen? Lijkt me best leuk om postkat te zijn. Dit is onze kans! We zijn postkatten! Miauw, 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 miauw! Maar door het water waren de adresetiketten uitgelopen. Hoe wisten de Kitty Cats nu waar ze de pakjes moesten bezorgen? Ik denk dat ik een goed idee heb. We kunnen zien voor wie ze zijn door goed naar de pakjes te kijken. Dit is een hele mooie doos. Met mooi lint en een strik. Wie houdt er van mooie dingen? Nou, Cupcake! Oh, wauw! Wat is die mooi, zeg! En in dit pakje zit zo te zien een lekkere warme trui. Dan is die dus voor Boris. Hij raakt altijd zo snel verkouden. In deze zit denk ik een zwarte paraplu. En weten jullie wie er van zwart houdt? Nou, Flikje natuurlijk! Maar voor wie is dat laatste pakje dan? Misschien is het wel gereedschap voor Dart. Of misschien een speelgoedraket voor Snuffel. Laat die geheimzinnige doos nog maar even zien. We gaan eerst de andere bezorgen, goed? De Kitty Cats bezorgden eerst het pakje van Flekje. Maar het bleek geen paraplu te zijn. Het was een tablet. En die was heel erg niet zwart. Oh, hij is roze. Jakkie! Hun volgende adres was dat van Boris, om de warme trui te bezorgen. Oh nee, deze muts wilde ik helemaal niet. Ik wilde de regenboogkleurige met belletjes. En Cupcake kreeg het pakje met het mooie lint en de strik. Wat is dit? Mijn hoofd lijkt wel een circustent. En dan moeten we nu nog uitzoeken voor wie het laatste pakje is bestemd. Oh, wacht! Ik heb helemaal geen gekke clownsmuts besteld, maar een roze tablet. Maar wie heeft dan deze gekke muts besteld? Nou, iemand die van clowns houdt, toch? Oh, dat is natuurlijk Boris. Dat lijkt al meer op wat ik wilde. Ik zie er nu uit als een echte grappige clown, toch? Iets dat zo zwart is, past toch helemaal niet bij een clown? Maar het past wel bij Flikje. Hoera! Mijn trui! Warm en donker. Hij staat je fantastisch, Flekje. Dan is dit de roze tablet die Cupcake heeft besteld. Wat is hij mooi, hè? De Kitty Cats hadden nu alle pakjes op het juiste adres bezorgd. Behalve het mysterieuze pakje. We maken het open en kijken wat erin zit. Dan zien we vanzelf voor wie het is. Je mag nooit iemand anders zijn post openmaken. Maar hoe lossen we dit dan op? Ik ben zo moe van het dragen. Gelukkig. Daar kwam meneer Postkat al aanrijden. Oh, snoepje, Cookie, Pudding. Een paar pakjes zijn uit mijn auto gevallen. Hebben jullie de pakjes soms gezien? Oh, zo te zien is dat er een. Wij hebben uw pakjes gevonden. En we hebben ze al bezorgd op het juiste adres. Oh, reuze bedankt. Ik was al bang dat ik de pakjes voor altijd kwijt was. Maar we konden niet achterhalen voor wie dit pakje is. Is het etiket onleesbaar? Dan kijken we naar dit nummer hier. Het is pakje 125. En dit is het adres. Kom, laten we de post bezorgen. Ja! Zo. We zijn er. Oh, maar dat is ons huis. Ja, dat is het zeker. En dat is waar dit pakje naartoe moet. Maar dan hebben we nu dus een pakje voor onszelf bezorgd. Wij zijn postkatjes. Miauw, 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 miauw. Het geheimzinnige pakje bleek een cadeautje van oma te zijn. De Kitty Cats hadden niet alleen hun vrienden blij gemaakt met een pakje, maar ook zichzelf. De danswedstrijd. Op een ochtend was er iets interessants op het nieuws. Vandaag is de grote danswedstrijd. Iedereen is welkom en de kat die het mooiste danst, wint een prijs. Oh, ik hou van dansen. En ik hou van prijzen. Mogen we meedoen aan de wedstrijd? Goed idee. Dan doen wij ook mee, dan gaan we allemaal dansen. Geweldig! Miauw, 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 miauw.
En dan dansen mama en ik de tango. Dan zijn die lessen niet voor niks geweest. Hey. En ik ga dansen als een ballerina. Als een elegant klein bloempje. En dan ga ik breakdansen. Nou, jongens, ik weet helemaal niet hoe ik moet dansen. Oh, dat geeft niets. Je hebt nog genoeg tijd om het te leren voor vanavond. En je broer en zus willen wel helpen. Wij leren het je wel. We proberen eerst iets simpels. Bijvoorbeeld een wals. En 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Auw, je staat op mijn pootje. Oh, sorry. 1, 2, 3, auw. 1, 2, 3, oh, mijn pootje. 1, 2, 3, 1, 2, 3, auw, auw, auw. De wals is misschien toch te moeilijk om mee te beginnen. Probeer te breakdansen. Kijk, pudding, doe maar na. Auw, volgens mij breek ik iets. Doe ik het dan goed? Misschien is volksdans iets voor je. Ik kan niet zo goed springen. Ik ben geen kikker. Oh. Doe anders de robot. Dan hoef je niet te springen. Bij die dans hoef je helemaal niets te doen. Ja, je hebt gelijk. Die dans is saai. Wat dacht je van de Ken-Ken? Die is leuk. Ik weet zeker dat ik dat niet kan. Sorry, ik wil alleen maar helpen. Zo, mijn lieve kittens, hoe gaat het hier? Het blijkt dat ik niet kan dansen, dus ik kan ook niet meedoen met de wedstrijd. Nou, als pudding niet gaat, dan heb ik ook geen zin meer. Nou, dan zullen papa en ik ook wel thuis blijven. Oh, moet dat? Nou, oké dan. Dit is allemaal mijn schuld. Ik heb een supergoed idee. We maken onze eigen familiedans. Eén die we zelf verzinnen. Eén die we allemaal kunnen dansen. Onze pudding ook? Natuurlijk, pudding krijgt de belangrijkste rol. Die avond begon de wedstrijd in het grote theater. Heel veel katten deden mee. Ik voel me een beetje nerveus. Hey joh, niet nodig. We zijn niet nerveus, toch? Hey joh, jongens. Jullie hoeven niet nerveus te zijn, liefjes. Zie je, we zijn cool. Pudding, luister. Je kunt het. Je bent gemaakt voor deze dans. Adembenemend. En tot slot, de spannende dansgroep. Twee katten en een kittycat. Kom op, pudding. Het is jouw beurt. Miauw, 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 miauw. Hey! Wat een fraaie familiedans. Ik ga hem de hele dag doen. Miauw, miauw. En dit is pudding, de danser waarmee het begon. De laatste punten zijn binnen en de familie Kitty Cat wint. Oh, geweldig! Miauw, 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 miauw. Het is fijn om een overwinning te vieren. Maar het is nog fijner als je het met je familie kunt delen. De boomhut. Op een dag bouwde papa een vogelhuisje met de Kitty Cat. Zo, kijk eens wat een mooi vogelhuisje. Nu nog op zoek naar een geschikte boom. Zo, geluksvogel. Toen ik een kitten was, wilde ik een boomhut. Zouden jullie ook een boomhut willen hebben, kittens? Zou het niet fantastisch zijn om jullie eigen plekje te hebben, hoog boven in de boom? Tweet. Miauw. Oh, wauw. Een eigen boomhut lijkt me echt te gek. Dan vragen we onze vrienden op bezoek. Dan gaan we samen spelen. Nou, dat is dan geregeld. Dan ga ik een boomhut bouwen voor mijn 3 lieve kinderen. Oké,
Hoe moet hij eruit komen te zien? Als een prinsessenkasteel met een hoge toren. Mm-hmm. En met een koele glijbaan. Mm-hmm. En met een ladder om erin te klimmen. Oké, dan. Ik bouw een stevige boomhut met een glijbaan en een toren en een stevige ladder om erin te klimmen. Kijk eens, dit wordt hem. Hoera! Miauw, 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 miauw! Papa en de Kitty Cats verzamelden allerlei spullen om de boomhut mee te kunnen bouwen. Bedankt voor jullie hulp, kinderen. Nu kan ik het wel alleen. Hou maar even wat afstand, want een bouwplaats is geen plek voor kittens. Oeps. Ah, foei. Een boomhut bouwen was nog niet zo eenvoudig als papa dacht. Oh. We moeten bedenken hoe we papa kunnen helpen. Misschien kunnen we vleugels voor hem maken. Dan kan hij vliegen, terwijl hij bouwt, als een vogel. Tweet, tweet. Maar hoe kan papa een hamer vasthouden als hij de hele tijd met zijn armen moet fladderen? Precies. Kijk, hamer, fladder, hamer, fladder, hamer, fladder. Dan wordt hij supermoe. Ik ben zo moe. Maar waarom bouwt hij het huis dan niet beneden en zet hij het pas in de boom als het af is? Maar hoe tilt hij de boomhut dan op? Hij is geen superkat. Hey, ik heb een goed idee. We vragen of Vlekje zijn papa wil komen helpen. Vlekjes papa is bouwvakker en heeft een hijskraan. Vlekje en zijn papa wilden graag helpen. Miauw! Als er iets omhoog getild moet worden, roep je hoger. Hoger! En als iets omlaag moet, dan roep je lager. Duidelijk? Lager! Hoger! Lager! En toen was, dankzij al het harde werk, de boomhut klaar. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Gefeliciteerd met jullie hut! Cupcake, Boris en Snuffel hadden een spandoek gemaakt voor de nieuwe boomhut. Kittens, kennen jullie de traditie die bij een nieuwe boomhut hoort? Welke traditie is dat? Een nieuwe boomhut hoort vol te zijn met blije, spelende kinderen. Dus gaan jullie maar gauw naar binnen. Je eigen boomhut hebben is iets prachtigs. Maar het is nog mooier als hij vol zit met lachende vriendjes. De kunstgalerie. De Kitty Cats hadden net flinke trek gekregen van het buitenspelen toen ze Carrie tegenkwamen. Hallo Carrie. Oh, hoi. Wat ben je aan het eten? Het lekkerste sushi uit de wereldgeschiedenis. Oh, wauw. Mogen wij drieën er ook een stukje van proeven? Dacht het niet. Als jullie ook willen, dan kopen jullie ze zelf maar. Ze verkopen ze bij dat nieuwe koffietentje. Weet je wel, dat kleine tentje in de grote kunstgalerie? Een koffietentje in de kunstgalerie? Weet jij hoe we daar kunnen komen? Eerst ga je rechtdoor, voor bij de vierkante kat. Verder rechtdoor tot de schreeuwende kat. Dan rechtsaf tot de lachende kat. Dan staat er een beeld. De denkende kat. Recht daarachter staat het koffietentje. En in het koffietentje hebben ze de soesjes. Dat sloeg nergens op. Welke vierkante kat? Ik begrijp het niet, maar ik heb het wel onthouden. We gaan gauw naar huis en tekenen een kaart van de route. De Kitty Cats vonden het heel spannend om een kaart te maken voor zo'n lekkere schat. Hey, mam! Mogen we naar de grote kunstgalerie, alsjeblieft? Oh, wat fijn dat jullie lieverd interesse hebben gekregen in kunst. Maar ik ben nu even druk bezig in de keuken. Vraag papa maar. Ik weet zeker dat hij het wel leuk vindt.
Zei mama dat? Luister, ik ben net zo druk als jullie mama. Maar als het om de kunst gaat, nou, dan kan dit wel wachten. Dus gaan we nu direct naar de kunstgalerie. Hoera! Miauw, 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 miauw! De galerie was heel groot en er hingen heel veel schilderijen. Oké, katjes, ik vertel jullie alles over de kunst. Hier hangen de klassiekers, zoals, Hé, de vierkante kat, kijk! Kom mee! Hij is echt heel grappig! Juist, dit is de kat met de parel door Andy Haarbal. Huh? Oeh, dat is een meesterwerk. En nu de schreeuwende kat. Kijk daar! Oh, dat is ook een beroemd schilderij. Het heet Kattengejank. Oh, kijk, daar is de lachende kat. Huh? Ah, dat is de miauw nou Lisa. Wacht. Dan is dat daar de denkende kat. Huh? Hey, kijk! De soesjes! Papa, wil jij alsjeblieft wat lekkere soesjes voor ons kopen? Ah, is dat soms de reden dat we hier zijn? Carrie had gelijk. Dit is het lekkerste soesje van de wereld. Dit is wat je noemt een meesterwerk. Ze gebruiken toevallig wel mijn soesjesrecept. Wil je ze dan straks ook thuis voor ons maken? Ik denk het niet. Ik heb nog werk liggen. Nu ben ik met jullie naar de galerie geweest, terwijl jullie eigenlijk naar de bakker wilden. Nou, jullie hebben wat jullie willen. We gaan. Jammer dat papa geen soesjes voor ons wil maken. Want ze zijn echt heel goed. Inderdaad, maar dat was de schreeuwende kat ook. Ik vond de lachende kat mooi. Ik vond de vierkante kat juist gaaf. Maar papa denkt nu dat we de schilderijen niet mooi vonden. Ik heb een supergoed idee. We maken alle drie een schilderij voor hem. Dan weet papa dat ons uitje naar de galerie niet voor niks was. En zo waren de Kitty Cats ineens hardwerkende kunstenaars. Hè? Hé, lieverds, wat zijn jullie aan het doen? Oh, maar dat is prachtig. Hé, als we ze ophangen, hebben jullie een eigen galerie. Lieve kittens, als jullie eens wisten hoe ik van jullie schilderijen geniet. En ik denk dat ik jullie hiermee wel kan bedanken. Soesjes! De kittens vonden de soesjes van papa een groot meesterwerk. Nu is het hier net een grote, hippe kunstgalerie. Met mooie kunst en een eerste klas koffietentje. Hop. Geweldig! Miauw, 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 miauw! De soesjes van papa waren een succes. En iedereen was het erover eens dat de kunstgalerie van de Kitty Cats bijna net zo goed was als de echte. De oogst! Op een dag brachten papa en mama de Kitty Cats een dagje naar oma. Oma! Miauw! Oeh, welkom, lieve kleine kittens. Gaat u weer met ons spelen, net als vorige keer? Ja! Spelen! Dag, dag, kittens! Dag, dag! Spelen! We gaan straks spelen. Maar eerst moet ik even naar de tuin om te zorgen voor alles wat daar groeit en bloeit. Kijk maar eens wat er allemaal groeit. Appels, wortels, aardbeien, bloemen. En daar moet ik allemaal voor zorgen. Hé, ik heb een goed idee. We gaan oma helpen in de tuin. Dan is oma sneller klaar en dan heeft ze meer tijd om met ons te spelen. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Steek je pootje op als je het naar je zin hebt. Kom op, kittens, nog even. Na het wieden van het onkruid en de planten water geven. Als we dat allemaal doen, blijft er geen tijd meer over. Hé, misschien kunnen we iets overslaan. Bijvoorbeeld dit vroeten in de grond. Verschoffelen is erg belangrijk. We kunnen alleen aardappels planten in losse aarde. Want anders lukt het niet. Dan is het net alsof je de aardappels in beton probeert te planten. Wat trouwens onmogelijk is. Maar misschien kunnen we het onkruid wieden dan overslaan. Maar onkruid verdrukt de bloemen in het bloembed. Stel je eens voor dat jullie mama haar haar niet meer zou knippen. Voordat je het weet, krijgt het haar de overhand. Oh. Mijn liefje! Maar wat als we gewoon wachten tot het gaat regenen, in plaats van water te geven?
Maar planten hebben iedere dag water nodig, net als wij. Stel je voor dat jullie papa wacht tot het gaat regenen in plaats van zelf in bad te gaan. Huh? Ja, hey, hey. Helemaal schoon. Oh. Oh. Nou, zo te horen kunnen de planten niet zonder onze hulp. We moeten voor de planten zorgen. Dat is wel duidelijk. Ik zorg voor de bloemen en haal al het onkruid uit het bloembed. En dan gaan Pudding en ik wel schoffelen. Oh. Oh. De kittens zorgen wel dat het regent. Wilt u misschien iets te drinken, meneer Appelboom? De wortels nemen de douche. Wat zijn jullie blaadjes mooi schoon, aardbeidjes? Dit zorgt ervoor dat de bloemknoppen opengaan. De kittycats waren zo druk met helpen in de tuin dat ze bijna vergaten te spelen. Ja. Wat kunnen jullie goed helpen? Gaan we dan nu spelen, nu al het werk klaar is? Weet je wat? We doen het oogstspel. Is dat wel een leuk spel? Ach, het is niet alleen leuk, maar het is ook nog eens praktisch. Oma en de kittycats hadden veel plezier met het binnenhalen van de oogst. En ze wasten het met fris schoon water. En dan is het nu tijd om te proeven van onze oogst. Dat klinkt goed. Dan kunnen we wel even een pauze gebruiken. Oh, ik ben dol op aardbeien. Jullie hebben zo hard gewerkt. Bedankt. Jullie zijn 's werelds beste kleinkittens. Geweldig. Miauw, 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 miauw. Oh. Nou, jullie hebben wel heel druk gespeeld dat jullie nu zo moe zijn. Ja, ik denk niet dat ik ze vanavond nog een verhaaltje hoef voor te lezen. Breng ze gauw nog eens langs. En blijf zelf ook. Ik weet nog wel wat leuke spelletjes die we kunnen doen. Oh ja, zoals vroeger. Schilder de schuur. En wat was dat andere? Haardhout hakken? Ik heb een idee voor een nieuw spel. Wie er het eerst in slaap valt. Ah, ik weet... De kittycats hadden niet alleen een goede oogst... Ze hadden ook een fijne dag gehad.